Hebben de jongeren nu eigenlijk het gevoel dat het dialect verdwijnt? Dat vroegen wij ons af. Je merkt dat wel een beetje, ja. En hoe merk je dat dan precies? Op school, in de speeltijd, hoort je niet meer echt zoveel dialect, zo echt van die aparte woorden. Allee, dat verdwijnt wel, ja. Ja, het wordt minder en minder gebruikt, want ik gebruik het zelf niet meer deze tijd, dus ja. Ik spreek meestal algemeen Nederlands. U spreekt algemeen Nederlands, dus geen dialect, ook niet met de vrienden of zo? Nee, wij komen uit Afrikaan, dus nee, meestal niet. Het is wel leren ook van school om dat niet te veel te doen. In Afrikaan spreken ze eigenlijk niet echt een dialect, maar ik ga wel in Aals naar school en daar spreken ze wel nog veel dialect. Ik ben van Aals en ik spreek niet echt dialect, maar er is een familie komt van mij van West-Vlaanderen en ja, die spreken soms wel West-Vlaams. Ik vind dat nog gewoon zo'n dialect. Vindt u dan zelf dat u bepaalde het dialect van hier, van de plaats waar u studeert, moet kennen? Nee, niet speciaal, maar ik denk wel dat je dat automatisch leert. Kent u precies een dialectische woordje in het Afrikaans of van waar u dan precies bent? Nee, niet echt. Niet echt, dus ook niet bij de grootouders of zo? Nee, die spreken ook geen dialect. Kent u een bepaald woordje in het Vlaams Brabant? Wel, we hebben niet echt dialecten woorden. Het zijn meer Franse woorden die wij gebruiken in het Nederlands. Een paard en een keun. En wat wil dat dan precies zeggen? Een paard betekent een paard en een keun betekent een konijn. En is er een specifiek een West-Vlaams woord dat je hier moet kennen als student? Mm-hmm.